Termen Hermitage wordt mogelijk geveild. Dit vanwege achterstallige schulden bij de Hakeringbank NV. Directeur Rabin Gangaram Pandey heeft vandaag op een persconferentie meegedeeld dat de veiling riekt naar corruptie. Hij beschuldigt de bank van bedrog, misleiding en valsheid in geschriften. Volgens Gangaram Pandey heeft hij in 2005 een krediet ontvangen van de Development Finance Limited Trinidad. De kredietverlening geschiedde via de Hakeringbank. Gangaram Pandey heeft zijn schulden niet op tijd kunnen betalen, met het gevolg dat zijn onderneming nu op de veiling is gezet. Hij vindt echter dat hem onrecht wordt gedaan. Naar zijn mening kan de Hakeringbank zich niet zonder meer als schuldeiser opstellen, omdat hij een contract heeft met Development Finance Limited Trinidad. Dat is het contract dat ik heb gehad met de firma DFL Trinidad. Daarin staat, recently DFL secured funding from the European Investment Bank. Het is een fonds van de Europese Investeringsbank. Nu kwam in 2013 kreeg ik bezoek van de Hakeringbank en die legt mij dit voor, dit document. En ik zeg, maar u zegt u de rechten overgenomen. Kijk, dat staat daar, ik weet niet of u het nog kan zien. De daarbij behorende piece of assignment zijn alle rechten voortvloeiende nieuwe overeenkomst met DFLSA. Gangaram Pandey beschuldigt ook de rechterlijke macht van corruptie en willekeur. Daarnaast hebben notarissen ook meegewerkt aan het vervalsen van documenten. De veiling was aangezet voor 29 augustus 2017. De zaak, die kort geding, is begonnen op 9 augustus 2017. Op 28 augustus, één dag voor de veiling, zegt meneer Anandjanan, doet zijn uitspraak. En wat zegt hij? Hij zegt, dat wat jullie aangeven, van valsheid in geschriften, fraude, misleiding, bedrog, kan ik allemaal niet onderzoeken. Dat zegt de rechter. De rechter zegt, dat kan ik allemaal niet onderzoeken. Maar hij spreekt voor de tijd, maar morgen mag de bank verkopen. Dat was Rabin Gangaram Pandey, directeur van Termen Hermitage. Hij vindt dat zijn onderneming onterecht wordt geveild. Hakeringbankdirecteur Jimmy Boussaid neemt Gangaram Pandey niet serieus en zegt dat de ondernemer zo snel mogelijk zijn verplichtingen moet nakomen en zijn schulden moet betalen.